Ik ben zenuwachtig. Het camera 3 zo het openingsshot doet. Dat ben ik. Vandaag sta ik een keer aan de andere kant van de camera. Want ik ben cameravrouw bij Koffietijd. En dat is een live uitzending. En daar ben ik dus bij. Hey. Ja. Jij bent cameravrouw. Al heel lang. Bij Koffietijd, al heel lang. En ik zie dat jullie allemaal heel erg druk zijn, dus ik ga meteen maar met jou mee. Want waar gaan we nu mee beginnen? Nu de regiebespreking. Vertelt de regisseur even wat we allemaal gaan doen. En waar de moeilijke puntjes zitten en overgangen. Goedemorgen, aflevering 194 Koffietijd. Ja, want het is natuurlijk daar een live uitzending, dus dat is best wel belangrijk. Ja. Okay. Ah, maar dan merk je niks meer van, joh. Nou, ik voel het wel, hè? Ja, nee, joh. Ben je nou nog zenuwachtig? Nee, heel vaak gedaan al. Headset. Dus die kan je opzetten. Natuurlijk ligt het wel een beetje voor de hand wat cameravrouw zijn inhoudt. Maar wat maakt het voor jou zo leuk om dit te doen? Het verveelt nooit. Ik doe heel veel verschillende dingen. Heel veel muziek, maar ook sport. Ik reis over de hele wereld. Als je denkt, ik wil cameraman of cameravrouw worden, dan denk je van, nou, dan ga ik een shot maken. Maar dat is het niet alleen. Maar het is gewoon wat alles om je heen gebeurt. Je moet ook een beetje verstand hebben van het licht, geluid. Zal ik je opteren, meneer? Ja, is goed. Ik zal haar uitleggen wat we gaan doen. Ja, dankjewel. En dan doet ze mee meteen. Ja, top. Oké. Okay. Ik ga daar echt mee de live-uitzending draaien. Ja, en we repeteren alles. Mm-hmm. En om 10 uur gaan we live. Of je er nou klaar voor bent of niet. Ik ben zenuwachtig. Ik hoor nou door mijn oortje dat camera 3 zo het openingsshot doet. Daar ben ik. Ik weet niet eens waar ik moet... Davy, je moet mij helpen, want ik weet niet eens waar ik op moet duwen. Kijk, ik ga je heel even helpen, hoor. Ja, help. Oké, 1 minuut. Gaan we live. 3, 2... Ik fluister wel in dit oor bij jou wat je moet doen. Ja, oké. Ja? Heel goed. Op Lonneke. Ben ik op Lonneke nu, in je vrouwtje? Druk op je schouders. Ja. Lekker onscherp, scheelt het elkaar. Dan zijn er nou meer cameramannen dan vrouwen? Ja. Ja, veel te weinig vrouwen. En soms probeer ik ook wel eens wat meer op één klus te krijgen. Dus kom even hier staan. Het lijkt me ook wel heel gaaf dat wat je maakt, dat dat door heel veel mensen gezien wordt. Ja, zeker. Als je hoort dat de kijkcijfers zo hoog zijn van bepaalde programma's, dat maakt het extra leuk. Ja, absoluut. Je zet het ook op. Even sneller inzoomen. Toen zei die regisseur, zei vandaag naar Lonneke. Ja, ik ben echt de slechtste kabeldrager ooit. Ja. Eeuw. Morgen alweer de laatste Koffietijd van dit seizoen en dan komen er een... Wij het een beetje goed gedaan? Nee. Nee? Echt, ik zou iets anders gaan doen dan ik jou. Ja. Nee, heel goed. Ja? Ja, was super scherp en keurig. Ja. Je moet als cameravrouw natuurlijk geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Maar volgens mij moet je ook stressbestendig zijn, want dat heb ik vandaag weer gevoeld. Ook voor detail. En kennis van media en media onderlegd zijn. Ik vond het echt heel leuk om het te zien en te doen vandaag. Ja. En ook heel bijzonder om te zien wat er nou dus achter zo'n live show, wat er allemaal aan vooraf gaat. En denk je eigenlijk helemaal niet over na als kijken. Nee. Ja, nou dankjewel. Nou, graag gedaan.